Dames en heren, van harte welkom terug bij Planet Zoo op deze regenachtige dag waar iedereen met een paraplu aan het rondlopen is, maar dat is alleen maar leuk. Goed, ik wil deze aflevering natuurlijk verder uitbreiden, et cetera, maar het liefst wil ik uitbreiden in de prijs, want blijkbaar vinden mijn klanten de prijs alsnog te laag. Doe maar 30, 27. Staff are queuing for using the facility. Wat is dit? Een keeperhut? Waarom? Oké, hier moet ik wat aan doen. Waarom speelt die muziek trouwens nog steeds af? Dit is echt het zarte muziekje. Ik had niet verwacht dat ik een large keeperhut nodig zou hebben, maar vooruit. Het gekloot is een beetje. Ik wil hem best hier plaatsen. Alleen, het moet geen negative impact on guest hebben. Oh, dat doet het ook niet. Mooi. Oké, want ik had hier ook echt mokerveel plantjes nog staan. Die zal ik dan eventjes moeten verplaatsen. En dan passen we dit paadje nog even aan naar een staf. Paf. Hoppakee. En als het goed is, zouden jullie dan niet meer moeten miepen. Maar oké, gewoon in het andere gebouw. Hoppakee. En deze kan 6 mensen aan. Dus dat is top. En dan zou ik bewijs van die kleine kunnen verwijderen. Maar fuck it, hè? Die laten we gewoon lekker staan. Is dat probleem in ieder geval ook opgelost. Goed, olifanten wil ik vandaag naar binnen slepen. Nu zijn er 2 soorten olifanten. Volgens mij was er een Indian elephant en een African elephant. Moet ik even kijken welke er nu beschikbaar is. Oeh, panda is ook wel heftig hoor. Ja, hier, de Indian elephant. Staat er nu eentje van, die is 4 minuten nog beschikbaar. Ik kan wel eventjes kijken of daar een, hoe heet het van is... Zit, Habitat 5 heeft maar 4 sterren. What? Waar mist het op? Education facilities. Maar dat staat hier gewoon letterlijk voor de deur. Misschien moet ik de range vergroten. Volgens mij hebben de flamingo's het ook niet helemaal naar hun zin. Food enrichment is niet voldoende. Laat me eens even kijken. Er zijn alleen forage pools. Ja, gelul is omdat de flamingo ook gewoon niks anders heeft dan een forage pool. Dit zijn allemaal toy enrichments. De enige food enrichment is een forage pool. Zorg ik dat erbij doen? Nou ja, dat heeft geen zin. Dan gaat de effectiviteit alleen maar achteruit daarvan. Dus ik moet daar andere van hebben. Er is niet genoeg water area. Kijk, dat verwachtte ik al. Dus... Ja, ik doe 100 dingen door elkaar heen. Dus ik ga eerst wel deze even uitbreiden. Waardoor we de shelters verplaatsen we eigenlijk ook dan eventjes. Moet ik dat met complete bedding en al even meenemen. Oh ja, er zit natuurlijk ook een heater bovenop. Dus dan zullen we een heater ook nog eventjes moeten pakken. Wat we nu dus kunnen doen, is hier nog een pool maken of gewoon letterlijk deze uitbreiden. Ik denk dat ik er even hier eentje ga maken dan. En dan moet ik ook weer even kijken qua temperatuur. En het kan zijn dat de terreinbalans dan ook even niet meer goed is. In verband met dat er hier weer heel wat gras bij is gekomen, longgrass. Dus dat zal ik dan eventjes moeten aanpassen. Ik denk dat ik hier op zich wel een mooi terreintje, een mooi meertje heb gemaakt. Ik weet niet of dat voldoende zal zijn hoor. Ik zal hem nog wel iets uitbreiden. Flamingo's zijn namelijk wel waterliefhebbers, gebleken. Stel we doen er nu water in. Ja, het is obstructed vanwege deze 2. Dus deze zal ik eventjes moven hier naartoe. En deze kan geen eens op deze klikken voor een of andere reden. Dat is ook mooi. Dat ik, dan wil ik jullie habitat aanpassen en deze zit alsnog niet goed. Ja, er moet meer soil en meer rock bij komen. Zo, dat staat weer in balans. Ik mag nog een klein beetje zand bij. Doe ik hier een beetje zand, daar een beetje zand. Zo. Zand, 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 zand. Ja, dat is weer in balans. Alleen, ik moet dit stomme ding moet ik even vullen met water. Oh, wacht. Ik kan hem tot hier. En een... Ja, dan zal ik die ene flamingo even moeten verplaatsen. Oh, die gaat nu ook. Oké, top. Dan kan ik het nu wel. En dan kan ik hem tot daar. En dan kan ik hem niet hoger. Ah, dit zal toch wel voldoende zijn, jongens. Ik zie water requirement. Ah, het is weer oké. Alleen, ja, nu is er wel een probleem. Dat, deze moet ik eventjes unboxen. De kijkers kunnen zeg maar, of de consumenten kunnen dus alleen vanaf hier kijken. Dus wat ik misschien even moet doen, is gewoon hier een pad langs laten lopen. Waardoor ze van meerdere hoeken kunnen gaan bekijken. Ik kan niet echt een pad hier rechts doen. Want dan ga ik weer dat negative impact on guests. Dus dat zou tot en met hier kunnen. En ook dan niet verder. Dus dat ga ik eventjes doen. En noem het gek. Maar voor een of andere reden kan ik deze paden niet aan elkaar aansluiten. Het lukt gewoon niet. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Waarom... Terrain modification failed. What the fuck? Zo.
Blijkbaar stond flattened terrain aan en dat... Nou, dat kon hij niet hebben. Edit barrier. We kunnen gewoon hier dit allemaal naar one-way glass omtoveren. Blijkbaar is het niet helemaal goed gegaan. Maar zo wel. Hoppakee. Nou, dan is dat uitgebreid. Dan moet ik hier nog even bankjes, education en troep neerzetten. Oké, dat is aangesloten. Jemig. Waar wilde ik nog meer naar kijken? Volgens mij wilde ik ook nog kijken naar... elephants. Jesus, dat was het hele doel. Oké, wat ik wil is een Indian elephant habitat. Nu is er hier eentje en hier eentje. Waarvan ik zit van, oké, die zien er best oké uit. Dus klik en klik. En als het goed is, zit het dan in mijn game. Ik kan er natuurlijk ook gewoon verder kijken. Hier zie ik ook nog een best goede. East Asia of requires shelters and East Asia theme research. Remastered to fit a breeding group. Oké, doe die maar. Realistic and highly detailed. Oké, dat is African elephant, elephants, grizzly bear, Indian elephant. Daar zit een slotje op. Lowland gorilla. Yes, yes. Ik had er nog meer gedownload. Waar ben ik nou helemaal? Elephant habitat. Nee, dat is iets anders. Indian elephant. African elephant habitat. Krijg nou. Ik ben helemaal in de war. Ik dacht dat ik meer had gedownload. Nou, hoe dan ook. Ik moet eerst maar even zien te kijken of überhaupt ik een olifant op zijn kop kan tikken. Die beesten die willen nog wel eens zeldzaam zijn. Hier, ik heb er hier eentje en die is nog 3 minuten beschikbaar. En dat is alleen een vrouwtje. Laten we even kijken op de Zoopedia. Ze leven in grote groepen inderdaad. Bijzonder grote groepen. Oei. Oh wacht, er zit weer een Western Lowland Gorilla. Kon ik daar niet gewoon meerdere vrouwtjes van doen? Zolang ik maar 1 mannetje heb. Group size. Up to 4 females. Hoeveel heb ik er nu? 1 jonkie. Nog een jonkie. Oeh, 2 jonkies. En 2 vrouwtjes op het moment. Ah, op zich, dat is wel prima hoor. Die jonkies kan ik uiteindelijk release to wild doen. Ik heb tering veel flamingo's, zo te zien. Ik heb een achievement gekregen. Wow, that's a lot. Hoe bedoel je? Build a habitat with 30 animals in it that all have a welfare over 75%. Oh, 30 animals? Zijn dat mijn flamingo's? Heb ik 30 flamingo's? Ik heb 30 fucking flamingo's. 10 vrouwtjes, 12 mannetjes. God damn. Ja, en ze willen food enrichment. Ja, ik heb het niet, jongens. Ik heb het niet. Ik heb jullie al helemaal de moeder geresearched. En ik weet niet. Ik weet niet, man. Er is gewoon niks. Kijk hier, enrichment items. Maar dit zijn toy. Volgens mij is dit great food quality of zo. Hier een enrichment item. Ja, dat is het. Vooruit, ik zet er nog wel eentje neer. Niet dat het effect zal hebben, maar... Nou, daar zo. En weet je wat het zal doen? Helemaal geen kut zal het doen. Oh, nu blijkt er ook weer niet genoeg hard shelter te zijn. Kolerio. Dan moet ik denk deze kleine omtoveren tot zo'n grote. En bedjes, bedjes, bedjes. Het zijn kleine beestjes, dus ze hebben geen grote bedjes nodig. Zo, cool. Hopelijk is dat dan voldoende. Hard shelter, yes. Goed zo. Ja, hoe gaan we dat met die olifanten doen? Want blijkbaar de habitat die ik wil hebben, die staat er dus niet tussen. Ik heb er 4 gedownload, ik kan er maar eentje zien. Ja, weet je, anders doe ik het gewoon weer zelf. Ik dacht, ik geef mensen op de workshop even een kans. Maar als dat er niet in zit, dan moet ik het gewoon weer lekker zelf doen, hè. Oeh, African elephant is er nu. Ja, maar het is weer zo eentje. Ik moet er meerdere hebben. Kijk, er staan hier bijvoorbeeld 2 bonobo's. Mannetje, vrouwtje. Dat is perfect. Laten we anders even kijken bij de bonobo's. Ja, het is een monkey chow. Ik heb al wat habitat enrichment. Een beetje food enrichment. Grade 3 climb proof. Up to 7 males, 7 females. Kunnen 3 mannetjes? Ja, het is gewoon een goede mix. Dit is een beestje wat in een gemixte terrein kan leven, snap je? Oké, laten we deze dan eens even kijken. Een bonobo habitat, een bonobo habitat. Oeh, deze ziet er wel leuk uit. Bonobo. Oké, download ik er weer 4. Kijk ik in mijn blueprints. En dan zie ik ze gewoon niet staan. Ik denk dat ik dan even opnieuw moet opstarten of zo. Want blijkbaar komt hij niet helemaal binnen. Oké, ik heb even het spel even opnieuw opgestart. Kijk, ik heb een hele zoot meer. Maar de kans bestaat nu. Oh, de bonobo's. Ze staan er nog bij. Oké. Had ik nog een bonobo blueprint? Ja, hier. Die anderen zijn blijkbaar locked. Voor een of andere reden. Misschien dat ik die later zou kunnen plaatsen.
Dat is op zich wel een idee, dat ik ze gewoon nu een bonobo habitat kan plaatsen. Daarin gewoon bonobo's en dan kunnen, kan ik, hoe zeg ik dat, kan ik ze researchen terwijl ze erin zitten en dan, ja, helemaal mooi. Hij is nog best wel groot. Ik wilde hem oorspronkelijk een beetje hier neerzetten, maar dan besef ik ineens dat het misschien een beetje lastig zal worden. Maar qua staff, path, kan het aan de achterkant heel goed werken. Nee, prima, we gaan het zo doen. Ja, dan moest ik inderdaad kijken naar power, want er zaten hier blijkbaar verborgen lampjes en dergelijke in. Plus ik moet mijn power terrein sowieso aanpassen. Dan plaats ik zo een path en die verbind ik hieraan. Zodat in ieder geval dit gewoon gepowered is en mocht ik hier ooit huisjes plaatsen, dat die in ieder geval gepowered zijn. Dan kan ik eigenlijk net zo goed ook een water purifier erbij zetten, ook al... Er is geen water hierin, dus ik weet niet of dat nodig is. Ik bedoel, zijn waterpipes. En die hadden het volgens mij niet nodig. Kijk, of is het wel de bedoeling dat ik hier water ingooi? Dat weet ik dus niet. Ik zou het kunnen doen. Ja, dat dit gewoon water is. Dat is wel leuk. Volgens mij is het wel de bedoeling dat het zo hoorde. Oeh, Jezus, kan echt alles onder water zetten. Boom! Nee, oké, dat is too much, too much. Ja, laten we het water erin houden. Gewoon mochten ze het geval hebben... Nee, dat is net te hoog. Ik vond dit eigenlijk wel goed. Zodat net dat houten plankje daar gewoon goed is. En dan steek dit mooi over. Ja, alleen dan moet ik inderdaad ook die water purification... Water treatment, ook goed. Zo, en die verbind ik hier ook gewoon aan die staff path. Oké, dan is dat er. Ik moet sowieso even de bonobo aanschaffen. Laten we daar ook eventjes mee beginnen. Het zijn er 2 in totaal. Dat is 500 puntjes. En dat is 500 puntjes. Send to zoo. In quarantine. Waar had ik die andere nou? Deze ook in quarantine. Dan kunnen wij nu... Even kijken. Oeh, dit wordt lastig met zeg maar education. Of wordt het niet lastig? Ja, kan wel een beetje lastig worden. Dan zou ik bijvoorbeeld hier education moeten plaatsen bij dit raam. Dit raam zal dan wat lastiger worden. Als het niet net, zeg maar, ja, of buiten of in de grid valt. En hier zou het op zich ook nog wel kunnen. Maar we gaan paden maken. Nou wil ik het liefst gewoon dat het rondcirkelt. Alleen ik wil het ook weer niet onderbreken met het staff path. Dus wat we kunnen doen. Als ik de juiste knop heb. Yes. Oké, het pad. Oh, loopt niet krom. Ik kan het hier blijkbaar wel flattened terrain doen. En dan kan ik hem hierop aansluiten. Oké, top. Het ziet er wel een beetje scuffed uit, dit. Maar als het goed is, zou ik dat wel een beetje uit kunnen smoothen. Ach. Even kijken, kunnen ze vanaf hier het zien? Ja, volgens mij wel. Dat is wel heel ziek vanaf deze hoek, zeg maar. Dan ja, moeten we nu even rondom gewoon education en troep gaan plaatsen. Oké, en dit zal in de power grid moeten staan. Dus ik kan bijvoorbeeld hier wat education plaatsen. Ja, dan hebben we het rondom. Dan ga ik ook nog even een paar lantaarnpalen plaatsen. En bij de lantaarnpalen natuurlijk de speakers. Oh, jemig. De donatieboxen nog. Oké, en dan is het nu wachten totdat de bonobo's klaar zijn uit quarantaine. En dan moeten we ook even in de gaten houden bij de animal trading. Of er dan inderdaad meerdere bonobo's dan beschikbaar zijn. Ja, dat negative impact on guests, dat bereikt deze brug net niet. Dus dat is goed. Oeh, you can't tell if there's a western gorilla lowland from here. The view is not good, you can't see them, bla bla bla. Ja, dat kan ik op zich nou ook weer begrijpen. Oh, overcrowding bij de tapirs. Dat komt dan waarschijnlijk omdat er eentje volwassen is geworden. Laten wij eens even kijken. Zeer zeker is er eentje volwassen geworden. Het vrouwtje komt bijna te overlijden, maar deze young adult... Gaan we gewoon release the wild, 18 punten. Wij kunnen die extra puntjes nu wel weer gebruiken, aangezien wij zojuist iets van 1000 conservation credits hebben gegooid naar de bonobo's. Quarantine has passed, ready to leave. Geldt dat voor beide? Zijn ze beide goed? Blijkbaar. Allebei, move and go. Delivery scheduled. Nu wil ik eigenlijk één dingetje stopzetten. Laten we de monkeypox maar even stopzetten. En dan wil ik dat de bonobo's geresearched gaan worden. Ik zie ze alleen nog niet in de lijst staan. Misschien omdat ze ook nog niet in hun hok zitten. Maar daar komen ze. Nummer 1 en nummer 2. Pa-pa-ta-pa-pa. Open de deur.
Hoppa. Dat is... Omarose en... Masamba. Hallo. Welkom. Enrichment. Oké, enrichment gaan jullie niet mee akkoord. Prima. Ga ik fixen, maar ik ga eerst even jullie laten onderzoeken. Zo. Food enrichment en toy enrichment. Daar zit er niks van in. Nu je het zegt, inderdaad. Dus dat gaan we eventjes fixen. Nutrition, ja, last meal quality gaan we doen. Social group is inderdaad nog niet voldoende. Maar daar, enrichment, daar kunnen we wel wat aan doen. Er is hier een tree forager, zet ik neer. Ik zet hier deze roll feeder. Ijsblokje zet ik neer. Oké, qua toys. Een bobbin enrichment. Sure. Mirror mobile. Een lege doos, perfect. Een grab ball, die zet ik lekker daar neer. Of hier bovenin, dat is ook wel leuk. En die zet ik daar gewoon neer. Als je die wil hebben, moet je klimmen. En wat vinden jullie nu van de omgeving? Ja, toy enrichment, food enrichment is goed. Heel goed. Het is inderdaad, adult population is te weinig. Dus ik zal ervoor zorgen dat jullie binnenkort maatjes hebben. Mijn Warthogs zijn aan het vechten voor alpha-status. Ik denk dat ik te veel mannetjes heb. Ja, die zijn nu volgroeid. Ja, al doe ik deze weg, dan gebeurt dat niet meer. Ik heb nog maar één Golden Poison Frog. Wat is dit nou weer? Social health. Group size too small. Ik moet een nieuwe Golden Poison Frog hebben. Oké, ik heb een vrouwtje, dus ik hoef eigenlijk serieus gewoon alleen een mannetje te hebben. There we go. Huppakee, daarin. Of is de groep nog steeds te klein? Really? Moeten jullie per se met z'n vieren zijn dan? Ja, minimaal vier. Ah, oké. Er zijn letterlijk alleen nog maar twee mannetjes over. Maar volgens mij maakte dat bij deze beesten niet zozeer uit. Dus doe ik gewoon twee van die jonge giegels en een bloep. En als het goed is, is dat nu weer in orde. Nice. Oké, dan ga ik weer even verder met mijn check-up. Want ik was de lijst aan het nalopen. Deze heeft social, deze moet gewoon even hiden. Hetzelfde geldt voor die struisvogel. Ja, ik heb echt te veel schildpadden, maar ze zijn nog te jong. Dat is gekloot. Het is hier een grote lijst aan struisvogels, waar ik er misschien binnenkort eens een keer een paar weg van moet doen. Mijn wolven worden heel erg oud. Oké, wat vinden de bezoekers van de bonobo? Wat is de voornamelijke gedachtegang? Hij ziet er eenzaam uit, goede view. I'm supposed to get a view from here. Nou, ja. Oh, jezus, ik had de hele education nog niet aangezet. Dan ben ik natuurlijk zo overrompeld van hun aanwezigheid dat ik gewoon niet zit op te letten. Waarom staat hij op rood? Dat betekent dat hij niet werkt of zoiets. Dat is elke keer zo. Is het te veel op een korte plek of zo? Deze is wel blauw. Oké, deze zijn ook blauw. Dat is goed. Deze op de hoek lijkt blauw te zijn. Alleen die bovenop de brug, die lijkt gewoon niet lekker te werken of zo. Ik weet niet waarom. En volgens mij is dat alleen de speaker, denk ik. Oké, speaker weg. Of doet het scherm het ook niet? Incorrect or unassigned education. Wat bedoel je incorrect? Is het omdat hij gewoon letterlijk de verkeerde kant staat opgedraaid? Nee, die speaker die doet het ook niet goed. Ah, fuck dat dan ook eigenlijk. Heb ik hij weg. Oh, Didi is matured. Wat nice. Alleen inderdaad, de social group zijn er nu te veel van. Dus ik denk dat ik Didi dan naar het wild laat gaan. Dus je bent nu volwassen. En het is tijd dat je op je eigen benen gaat staan, Didi. Oeh. Alhoewel. Mijn twee beren zijn elderly. Hoe lang hebben ze nog te leven? 24, 26 staan ze beide op. Ze kunnen 31 worden. Oké, dus we hebben nog even. Ik heb hier een Formosan Black Bear. Die is 14,5. Dat is ook de enige. Ja, het ding is, kijk, ik denk dat ik die oudjes... Ik kan ze wel even in de trading center doen. Maar ik denk for real dat ik ze niet kan verkopen. Dat is het hele ding. Of naar de wild releasen. Dat is al zo vaak gebeurd. En het lukt dan niet. Ja, dan klik je ze aan. En dan kan je ze... Oh, je kan ze wel quick traden. Oh, deze kan quick trade worden. Alleen deze... Release the wild. Hè? Heel vreemd. Heel vreemd dit. Oké, dan doen we dat wel. Release the wild. 62 punten. En deze quick trade. En dan halen we die nieuwe Formosan Black Bear die ik zag staan. Deze, dat is Liqui. Zetten we die eerst in een quarantaine. En dan mag die daarna met Didi op pad.
Oké, ik moet serieus ook eens even gaan kijken naar die fucking flamingo's. Want daar heb ik er toch een tyfuszoot van. Oké, laat me heel even kijken. Wat is acceptabel voor een groep? Dat kan tot en met 500. Maar zolang er maar gewoon minimaal 10 zijn. Ik denk dat ik er echt een stuk of 10 even ga verkopen. Want het zijn er echt te veel. En de ruimte wordt een beetje te groot. Of de ruimte wordt te klein. En ze nemen te veel ruimte in. Dat bedoelde ik eigenlijk. Dus alle extreem oudjes, die ga ik... Of extreem oudjes. De wat oudere ga ik wegdoen. Ja, ik heb er nu al 10 geselecteerd. Ah, dat zal toch weer goed zijn. Release the wild. Is niet mogelijk voor elke. Move to trade center. Vraag me af welke er dan wel, zeg maar, release the wild kan. Maar zoals het lijkt, is dat geen enkele. Is helemaal top. Doe dan maar quick trade. Ja, release the wild is geen optie. Ah, fuck it. Die flamingo's die blijven maar krikken totdat je zegt van nou, gooi er eens een halt op, joh. Dat blijft maar doorgaan. Oh nee, een tapir staat op het punt van overlijden. Ah, dat is heel zuur. We hebben nog een vet research over. Ja, klik er een aan, zou ik zeggen. Oh, wie is het? Chalchiutklu. Ja. Zeer ingewikkelde naam, maar dat betekent dat ik nog één mannetje tapir over heb. Dus ik moet weer even een andere tapir zien te vinden. Het liefst in de vorm van een vrouwtje. Die ik heb is 21 jaar oud. Ja, dat is letterlijk één vrouwtje hier. Dus Santa Zoo. Maar eerst even langs de quarantaine. Quarantine passed. Ready to leave for Liqui. Nou, veel plezier. Volgens mij wordt het ook weer even tijd om winkeltjes te plaatsen. Hoe loopt deze koffietent trouwens? Loopt die een beetje oké? Wow, jawel. Sure. Want aangezien wij nu zeg maar ook hier naartoe aan het uitbreiden zijn, is het wellicht een idee als er uiteindelijk genoeg bonobo's zijn. Ik weet geen eens of er überhaupt... Nee, de mensen komen het meest nog voor de gorilla's. Als we dan zeg maar daar ook op een gegeven moment winkeltjes gaan neerzetten. Want nu is het nog steeds... De drukte is voornamelijk hier in het midden. Hallo Liqui. Hopelijk ga jij het een beetje naar je zin hebben met Didi. Ik weet geen eens waar Didi is op het moment. Didi. Where the fuck yo at? Zit Didi in een boom of zo? Ho, wacht. Twee beren. Didi, hoe is het? Ja, dat zal je nieuwe maatje worden. Liqui. Animal is stressed. Uh-oh. Ja, Liqui is een beetje gestrest. En die verstopt nu even lekker. Doe dat maar. Dat is geen probleem. Dan is mijn nieuwe tapir klaar om te bewegen. Even kijken, dit was mijn tapir hockey. Zie je zeker. Gooi hem erin. Oeh, de grizzly bear are about to mate. Nutrition is nog niet voldoende bij hun. Dat gaan we eventjes fixen. Grade 2. Dan zal het alsnog niet helemaal zijn, maar dat komt uiteindelijk met de research and development komt het uiteindelijk wel meer in orde. De een grote habitat. En waar zit hij? Oh, hier zit je. Hallo. Hoe is het met je? Oh, en dan ziet hij de schaduwen van de mensen. Oh, dat is geen one-way glass. Oh, ik dacht het wel. Oh. Oh, hemel. Wat gaat het snel. Wat cool. Ja, dit is toch leuk, joh. We gaan eens even gezamenlijk lanteren en vieren. Een beetje aankleuten. Gaan we aankleuten vandaag? Oh, kijk, dat is toch lief. Die kleutervlooi op mijn rug. Ik zeg het je, Sophia. Die klerenlaaier zit altijd op mijn rug. Ik word er helemaal lijp van. Ja, ze hebben het prima naar hun zin. Voor de rest zie ik geen... Oh wel, er is een bonobo bij. Nice, kopen. Aanschaffen, meenemen. Quarantine passed, ready to leave. Hasina, ik zou zeggen, maak kennis met je nieuwe familie. Want hoe moest de groep ook weer zijn? 3 tot met 10. Kijk, de derde die zal dan echt het perfect aanvullen. En daar is de derde. Hallo. Het is Hasina. Hard shelter, er is te weinig hard shelter. Really? Ik denk als ik hier achterin gewoon een hard shelter bouw, dat het dan gewoon prima zal zijn. Stel, ik doe dat hier. Het past ook lekker in het thema. Hij zweeft wel een beetje, dus dat ga ik wel een klein beetje aanpassen. Is dit voldoende hard shelter voor jullie? Ja, dat is prima. Nou, perfect. En het past ook gewoon in de stijl, aangezien het gewoon van het hout is. Dus dat is perfect. Oh, wacht. Ja, deze metalen rand erop. Dat zorgt ervoor dat ze er niet overheen kunnen klimmen.
Duidelijk. Oké, okay, top. Nou, dan hebben we weer een leuke toevoeging aan ons park in de vorm van de bonobo's. We hebben wat beertjes omgeruild. We hebben uiteindelijk weer een tapir er extra bij. Dus ik zou zeggen, dit was een succes. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video, mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei doei!